Van harte welkom op deze eerste kerstdagdienst hier in de Sionskerk. Mijn naam is Jan Bouwhuis. Onze wijkpredikant Dominee Evers gaat voor in deze dienst met de muzikale begeleiding van de zang en muziek. Trompetisten zijn de heer Bert Tijking en Leo Toorn. Organist is de heer Hendricks. De eerste collecte is bestemd voor de diakonie, de tweede collecte voor de kerkvoordij. De deurcollecte is bestemd voor kinderen in de knel. Wij zingen voor zover mogelijk staande als intochtlied Psalm 98, vers 1 en 3. Psalm 98, vers 1 en 3. We hopen met elkaar op een fijne en gezegende dienst en wensen u een gezegende kerstdagen. Grote blijdschap. Vandaag is in de stad van David voor jullie de redder geboren. Hij is de Messias, Christus de Heer. Worden we stil voor het kind in de kribbe. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn hand. Het is deze koning die ons groet vanmorgen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Het is kerstfeest. God zelf is in deze wereld gekomen. Kerstfeest is dat de Zoon van God mens is geworden. Hij heeft de hemel verlaten, alles achter zich gelaten, opgegeven voor jou en voor mij.
Hij is het licht in onze duisternis. Fijn dat u gekomen bent in deze dienst om samen kerstfeest te vieren. Welkom aan iedereen die thuis meeluistert en kijkt. En ik hoop dat u ook een heel gezegende kerstdienst mag hebben. God is dichtbij gekomen om jou en mij te zoeken en terug te vinden. Om samen met hem te leven. Hij is Immanuel, God met ons. Jij bent niet alleen. We gaan zingen, komt allen tezamen. Jezus is geboren. Heel de wereld viert het. Maar wie is Jezus eigenlijk? Dat is wel belangrijk om te weten. Wat je eigenlijk viert met kerst. Jezus is geen gewone baby. Hij is God die mens wordt. God is onze schepper. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. En met kerst komt hij zelf in zijn schepping. Voor God is niets te wonderlijk. Maar voor ons mensen is dat natuurlijk wel schrikken. En dat wil God ook weer niet. Dat we ons helemaal lam schrikken. Hij is betrouwbaar en alles wat hij doet, vertelt hij van tevoren. Dat laat hij zien aan profeten, eeuwen voor het gebeurt. En dat wil ik graag vanmorgen aan jullie laten zien. Hoe God ons en het volk Israël heeft voorbereid.
Jesaja is een van de belangrijkste profeten. En 600 jaar voor Christus laat God aan Jesaja zien wat er gaat gebeuren. En daarom wil ik Jesaja 11 lezen in 3 etappes. En zo begint het. Jesaja mag zeggen, er komt een nieuwe koning. Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine nieuwe tak kan groeien, zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen. In het bloemstuk zien we een stukje hout, dood. Er komt niks meer uit. En nu zien we er een enorme bloemen uit voortkomen. In Advent was het nog een klein bloemetje. Zoiets, dat heeft Jesaja gezien. Hij wil zeggen, Jezus komt uit die oude familie van koning David. Hij zal geboren worden in Bethlehem. Het is een koningskind. Natuurlijk, want God is koning. En er komt een klein takje voort uit die oude familie waarin God opnieuw gaat beginnen. En zo omschrijft Jesaja de baby die geboren zal worden. En dan laat God aan Jesaja gelijk het karakter zien van die nieuwe koning. De geest van God zal in hem zijn. Die koning zal wijs zijn en verstandig, sterk en machtig. Hij weet wat God van hem wil. En hij heeft eerbied voor de Heer. Gaan we zingen, al wie dolend in het donker. Graag Josja en Elias even naar voren vragen. Nou, jullie zien al het plaatje op de beamer. Het gaat over interactieve dienst. Nou, waarom gaan we het nu over de interactieve dienst hebben? Dat komt omdat er een opdracht in die dienst zat. En 27 oktober was dat. En het thema was toen rijkdom.
En interactief, actief, zegt al. We zijn in die dienst vaak actief bezig door te reageren op stellingen, een kant kiezen. Met je telefoon reageren op vragen die op de beamer komen. Maar aan het eind van deze dienst, toen stelden wij de vraag, wie wil er een tientje? Nou, dat wouden jullie wel. Maar ja, er zat een addertje onder het gras natuurlijk. Want jullie moesten gaan proberen om dat geld te gaan verdubbelen. En dan mochten jullie zelf een goed doel uitzoeken. Nou, wat heb jij gedaan, Elias? Ik heb speculaascakejes verkocht aan de dominee. Voor de dubbele prijs. En die kostte €5. Dus ik heb voor €10 doorverkocht. Dus €5 winst. Je had natuurlijk al heel veel ervaring hè, met de Roemenië-reis. Dus ik vind het wel heel dapper dat jullie het nog een keer wilden doen. En waar mag jouw geld naartoe gaan? Kika. Okay. En Josja, wat heb jij gedaan? Ik heb samen met Carolien, dus we hadden €20, heb ik pesto gemaakt. En daar hebben we €136,50 mee verdiend. Ja, want dat moet ik er ook nog bij zeggen. Carolien Balken, die heeft ook meegedaan. Want er waren 3 personen, maar die konden vanmorgen niet bij zijn. En waar mag jouw geld naartoe? Ons geld gaat ook naar Kika. Nou, kijk, dat is toch ook mooi met kerst, hè? Dat we zoveel geld binnen hebben gehaald voor een goed doel. Nou, super dat jullie mee hebben gedaan. En ik wil jullie bedanken. Ja? Oké. Okay. Mooi hoor. Ja. Ik heb natuurlijk wel voor een tientje speculaascake moeten eten. Ja, in de kerk wordt je talent verdubbeld, hè? Dus het is heel rendabel om hier te zijn. We gaan luisteren. Nee, we even kijken. Oh nee, we gaan eerst zingen. Eer zij God in onze dagen. Thank you.
vandaag de geboorte van een baby. Maar God laat zien aan Jesaja dat die baby niet klein blijft. Er gaat een groot man uit hem groeien. En dat zegt de Heer zo. Die koning is een goede rechter. Hij luistert goed naar iedereen, voordat hij een oordeel geeft. Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen. En arme mensen behandelt hij goed. De koning straft mensen streng voor hun fouten. En met zijn woorden doodt hij mensen die kwaad doen. Die koning is altijd rechtvaardig. Hij is eerlijk en trouw. Zou Maria nu geweten hebben wat voor kind zij ter wereld heeft gebracht? Het is een prachtig lied, Mary, Did You Know? En daar gaan we nu naar luisteren. Zullen we gaan bidden. Ja, Heer Jezus, hier zijn wij. Bij uw kribbe. En kunnen wij nu begrijpen wie u bent? Kon Maria dat begrijpen? Dat in u God zelf mens is geworden. Heer, ik wil u zo danken dat u dat hebt gedaan, dat u in deze schepping bent gekomen en in ons leven. En dat u zo
met ons meeleeft en ons helpt. En dat u zo het licht bent in onze duisternis. Ik wil u danken dat het kerstfeest is geweest in deze wereld. En dat het sindsdien de wereld anders is geworden. Heer God, wilt u vanmorgen zijn op al die plaatsen over heel de wereld waar kerstfeest wordt gevierd. In prachtige grote kerken, in eenzame gevangeniscellen. Diep verborgen opdat de regering en de politie jou niet vindt. En in alle openheid feestvierend. Hier wilt u met uw geest er zijn, op al die plaatsen. En wilt u hier komen. En zegent u ieder van ons, u kent ons. U weet wie we zijn en wat we meemaken. En u weet hoe blij we zijn en u weet hoe verdrietig we zijn. En gaat u zo de rijen door. En legt u uw hand op ieder van ons. En wij willen u alle eer geven. En wij houden van u. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ik moet even vragen aan de kindernevendienst of er ook nog een ster is. Of hangt hij al? Hij hangt al. Prima. De kinderen mogen naar voren komen. Oh, ik zie prachtige kinderen. Ik zie lichtjes in haren. Leuk hè, dat het kerstfeest is. Vind jij dat leuk? Lukt het? Oei, oei, hij is hoog hè. Veel te hoog, die muurtjes. Wie vindt kerstfeest leuk? Ja? Wat vind jij leuk aan kerstfeest? Nou, dan ben ik jarig. Ben je jarig? Vandaag? Zaterdag. Oh, zaterdag. Gefeliciteerd. En jij vindt kerstfeest leuk? Wat vind jij leuk? Het gezellig samen zijn. Gezellig samen zijn, dat is het leukste. Hè? Wie vindt het nog meer leuk? Ja, wat vind jij leuk? Alles. Alles. Zo moeten we het hebben. Eens even kijken hoor. We gaan een lied zingen met de zangeressen. Misschien moet je... Ja, jullie moeten je even omdraaien. Ga allemaal maar met je knieën zo die kant op. Ja, dat kan ook. Maar voor de poppenkast, ja, ja, moet je toch ook je omdraaien. Dus draai maar vast poppenkast. Ja, het wordt steeds gekker. We gaan een lied zingen en daar horen we ook iets in van wat kerstfeest is. Sorry. Koning is geboren, een koning, een koning. De koning is geboren, heb je het al gehoord? Hij kwam op aarde wonen, als babytje zo klein. Voor alle mensen ook. Waar is hij dan geboren, die koning, die koning? Waar is hij dan geboren? Ik denk
Wat een boel mensen zie ik dan toch. En een heleboel kinderen. Wat gezellig dat jullie er allemaal zijn. Ik zal gauw Freek erbij halen. Want die moet dat ook zien. Freek! Hé? Hey? Freek zit zeker weer te dagdromen. Willen jullie eens even helpen om Freek te roepen? Freek! Allemaal tegelijk. Freek! Hé, hey, daar hebben we Freek. Gezellig dat je er ook bent. Nou, doe dat maar gezellig. Het is een grote herrie hier. En ik zat net heerlijk te luisteren naar een mooi verhaal. En waar zat jij dan naar te luisteren? Nou, dat is een verhaal van een zoon die is geboren. Een zoon van een koning. En dat is natuurlijk dik feest, dacht ik. Ik denk maar dat ook wel. Ze leggen hem in een voerbak voor de dieren. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje zielig. Dat is wel een beetje zielig, ja. Ja. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik eraan moet doen, want ik kan het niet echt veranderen. Kun je dat niet veranderen? Nee, het moet toch een groot feest worden. Dus dan moet ik toch maar weten wat die... Weet jij nog wat zijn naam is? Oh ja, ik herinner het weer. Hij heeft hele mooie namen. Hij heet Jezus Christus, Zoon van God. Wow, dat is een mooie naam. En er schiet mij nu een liedje te binnen. Zullen we dat zingen, Beppie? Lijkt me een heel goed plan om samen een lied te zingen. Maar zullen we dan eerst tellen? Kinderen, helpen jullie ook mee te tellen? 1, 2 en 3. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Verder ken ik hem niet. Volgens mij moet hij nog verder gaan. Maar weet jij het, Freek? Ik weet het ook niet. Hé, hey, wat hoor ik nu toch? Muziek. Is Sarah is er ook bij? Sure.
Nou, mooi. Jullie mogen naar de kindernevendienst. Dan gaan jullie eigen kerstfeest vieren. Mooi gedaan, Gert. De poppenkast doen we dus ook in de Kliedenkerk soms. Heeft u een beetje een idee wat we de rest van het jaar doen? En dan laat de Heere God aan Jesaja ook nog de toekomst zien van dit kind. Als hij koning wordt van de hele wereld. En dan lees ik het laatste stukje. Als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt met een lammetje. Een panter ligt naast een bokje. Een kalf eet samen met een leeuw. En een klein kind past op beide dieren. Een koe en een beer lopen in één wei. Hun jongen liggen bij elkaar. Een leeuw eet gras net als een koe. En een kind speelt zonder angst bij het nest van een gevaarlijke slang. Als die koning komt, doet niemand meer kwaad. Geen mens doet kwaad op de heilige berg van de Heer. Want de aarde is vol met mensen die de Heer kennen. Zoals de zee overal gevuld is met water. De nieuwe koning zal een voorbeeld zijn. Alle volken zullen naar hem toe gaan. Iedereen zal bij hem komen. En de stad waar hij woont zal schitterend zijn. Het komende vrederijk als Jezus terugkomt. Dat is iets om je over te verwonderen en dat gaan we nu zingen. Thank you.
Rutger. Kom maar. Jesaja mocht laten zien hoe het allemaal zou gaan, duizenden jaren. Maar nu gaat Rutger voor ons lezen hoe dat is gegaan met die geboorte van Jezus. Ja, ik lees Matthäus 1, vers 18 tot 25 in gewone taal. Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus. Maria zou trouwen met Jozef. Dat was afgesproken. Maar nog voordat ze getrouwd waren, werd Maria zwanger door de Heilige Geest. Jozef was een goed mens. Hij dacht, ik kan niet met Maria trouwen, want ze is zwanger van een ander. Ik moet haar wegsturen, maar dat zal ik in het geheim doen. Anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte vrouw. Toen kreeg Jozef een droom. In die droom zag hij een engel van de Heer. Die zei, Jozef, nakomeling van David, luister, je kunt rustig met Maria trouwen. Want het kind dat zij verwacht, is van de Heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden. Hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden. Dat moest allemaal zo gebeuren. Want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God. Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen en hij zal Emmanuel genoemd worden. De naam Emmanuel betekent, God is bij ons. Toen Jozef wakker werd, deed hij wat de engel van de Heer tegen hem gezegd had. Hij trouwde met Maria, maar ze sliepen niet met elkaar voordat haar zoon geboren werd. En Jozef noemde hem Jezus. Mooi gedaan, Rutger. Nu gaan we allemaal maar naar Bethlehem toe. Dank jullie wel dat jullie met ons zo fijn hebben gezongen. Na de preek zingen we Ik kniel aan uw kribben neer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Go tell it on the mountain. Was voor mij toen ik tiener was mijn favoriete kerstlied. Als mijn vader het lied liet draaien thuis was het echt kerst.
En het liefst als het lied gezongen werd door Mahalia Jackson. Kennen de ouderen haar nog? Een grote, prachtige, zwarte, diepgelovige vrouw uit Amerika. En ik hoorde toen al in haar stem de liefde voor Jezus. En je merkte haar geloof voor die God die naar deze wereld is gekomen in zijn eigen schepping. Mens geworden in Jezus Christus. Om jou op te zoeken en mij. Heeft hij alles voor over om jou te vinden. Hij wordt zelfs kwetsbaar als een baby. Hij wordt zo arm dat er zelfs geen wieg voor hem is. Alleen maar een houten voerbak voor de dieren. En het maakt hem totaal niets uit. Als hij jou maar kan ontmoeten. Als hij jouw leven maar mag delen. Go tell it on the mountain. En het ontroerde me toen al diep. En ik zou eigenlijk, ik was misschien 15, al naar buiten willen gaan. Ik dacht, dat moet iedereen weten. Maar dat was misschien raar. Dus ik deed dat niet. God is vol verrassingen. Hij is de meest creatieve, originele persoon, geest die je maar kan bedenken. En eigenlijk kunnen we het niet bedenken. Hij is te groot, te origineel, te machtig. Schepper, creator van hemel en aarde. En God beseft dat. Hij is te anders. En daarom past hij zich aan ons aan. Om met ons te leven, met ons te praten, wordt hij als ons. Eén als wij zijn. Klein als een baby. En een baby, daar zijn wij niet bang voor en dat snappen we. God begint klein. Dat is kerst. En kerst is een uitnodiging aan jou. Baby Jezus, God zelf nodigt jou uit om dichterbij te komen. Ga naar die baby toe. Gewoon zoals je bent. Net zoals die herders uit het veld gegaan zijn. Naar Bethlehem toe. Gewoon maar eens kijken. En God heeft ze uitgenodigd door een engelenkoor, anders hadden ze het niet geweten. Hij roept het volk van Israël bij de kribben. Maar ook mensen van verre volken roept hij. De wijzen. Daarvoor gebruikt hij een ster. Waarom niet? Hij is de Heer van de sterren. En ook zij kwamen kijken. Maanden gereisd met kamelen. Die hele zijderoute langs. En ook zij knielden neer bij het kind. Een handjevol mensen uit Israël, een handjevol uit de volken, knielen neer bij baby Jezus. Het is nog maar het begin. Maar het hele plaatje van God is veel groter. Het omvat de hele wereldgeschiedenis. Waar de Heer naartoe wil gaan, en daar wou ik het met u over hebben vanmorgen. We wou eens naar het hele plaatje kijken, want dan begrijp je ook beter waar wij nu zitten. En wat er om ons heen gebeurt. Wat ons bezighoudt. En wat het plan eigenlijk van God is. Want we zijn met z'n allen op weg naar die toekomst van God. Jezus is gekomen, maar hij gaat nog een keer komen. En dan is hij geen baby meer. Maar dan is hij de koning van de wereld en alle volken zullen naar hem toe gaan. Zorg dat jij daarbij bent. En daarom is het kerst geworden. We hebben Jesaja 11 gelezen. 10 korte regels. Ik denk, hoe is het mogelijk dat God in 10 korte regels de hele wereldgeschiedenis kan vertellen? Ik wou dat ik het kon. Was de preek nu al klaar? Jesaja 11. Wat laat God nu aan Jesaja zien? Ik moest denken aan een beeld
Ik dacht wat Jesaja ziet in die paar zinnen, het kleine begin, het vrederijk als hij komt. Ik dacht, het is net of hij een foto krijgt te zien van God van een berglandschap, van bergtoppen. Ik heb iets gestuurd, ik weet niet of het... Nou, ik zie... Nee. Maar iedereen heeft misschien wel eens bergtoppen gezien. Oh, kijk, ik heb dit keer de Hermon genomen, maar je kunt alles in je gedachten nemen. Als je dat mag meemaken of je ziet het op een foto, dan zie je bergen, toppen. En die eerste staan dichtbij. En dan zie je in de verte nog wat en dan helemaal in de verte ook. En dat is denk ik wat God aan Jesaja liet zien, al die bergtoppen tegelijk. Alleen wat die bergen voorstellen, denk ik, is dat die bergen in de verte verder weg zijn. En die eerste bergen eerder in tijd. En daartussen zijn valleien en dalen. En daar wonen mensen. En dat is de wereld waarin wij leven. Jesaja kreeg alles te zien van God tegelijk. En hoe schrijf je dat dan op? Hoe beschrijf je dat? Ik denk dat is haast niet te doen. En Jesaja die begint gewoon. Er komt een nieuwe koning, zo begint hij. Uit de oude familie van David. Zo'n klein bloemetje uit een dode tak. Eigenlijk is dat de eerste berg, denk ik dan maar. Jezus zal geboren worden. En tussen dat Jesaja dat ziet en Jezus wordt geboren, zit 600 jaar. En 600 jaar wisten mensen dat Jesaja dit moest zeggen van God. En mensen hebben daarop gewacht, er gaat een koning komen. En Maria wist het. En Jozef en Zacharias en Elisabeth. En ze hebben daarnaar uitgezien. En ze hebben het begrepen, hij is het. De eerste berg van het landschap. Maar Jesaja kijkt verder, er komen nog veel meer bergen. Die baby blijft niet klein. In de verte is een berg en daar komt die koning terug. En dan gaan alle volken naar hem toe. En die zullen voor hem knielen. En het rijk van God breekt op deze aarde aan. En dat koninkrijk, dan zal er geen kwaad meer zijn. Ik denk, wat verlangen we daarnaar? Geen kwaad meer. De dieren eten samen. Een kind zal spelen bij een gevaarlijke slang. Gods rijk is dan op aarde. En als wij vandaag kerst vieren, is het goed om te weten wie baby Jezus nu precies is. Hij is die koning die gaat komen. En hij is God die nu al met jou gaat leven. En wij leven tussen die eerste berg en die laatste in. En in onze vallei, wat we wereld noemen, de aarde, zijn prachtige momenten. We kunnen genieten van de schoonheid van de zonsondergang, van een wonder dat er een baby wordt geboren. Je kunt genieten van vriendschap, dat je tot je doel komt in je werk, dat er geluk is in je gezin, dat het goed gaat met je familie, met je huwelijk, de schoonheid van de schepping. Wanneer hebben wij geluk? Dan toch. Maar die wereld, die vallei waar wij in zitten, kent ook verdriet en schaduw en gebrokenheid en eenzaamheid. En we kunnen ziek worden en vriendschappen gaan stuk. We kennen de schaduw van de dood hier. In het klein, in onze privélevens en in het groot. Onze wereld, ja, hoe is het met onze wereld? We hebben de klimaatcrisis. Greta Thunberg is Person of the Year geworden, uitgeroepen door Time Magazine. De jongste ooit, een meisje van 16 jaar. Zij heeft de grootste invloed gehad in onze vallei het afgelopen jaar. Wetenschappers hadden rapporten volgeschreven over de dreiging van de klimaatcrisis. Tientallen jaren geleden al. Maar ja, wie leest er nou rapporten?
Het is heel makkelijk om te zeggen dat het niet waar is. Je roept me wat, je zegt dat je het niet gelooft. En mensen gaan ook nog op je stemmen. In onze vallei is het zo dat elke strijd een gezicht nodig heeft. Een smoel, anders werkt het niet. Gandhi gaf gezicht aan de strijd, de vreedzame strijd van de armen in India. En toen pas kwam er aandacht. Martin Luther King gaf gezicht, gaf smoel aan de onderdrukte zwarten in Amerika. En toen pas begon dat moeizame herstel. En Greta Thunberg geeft smoel, geeft gezicht aan de klimaatcrisis. Een meisje van 16. Want zij vertegenwoordigt de generatie die slachtoffer zal zijn van deze crisis. Haar toekomst wordt geraakt. Ouderen halen hun schouders op, kan mij het schelen. Het zal mijn tijd wel duren. Nemen geen verantwoordelijkheid en veranderen hun gedrag niet. En Greta verwijt de wereldleiders en ons dat onrecht. Onze tieners, hun toekomst gaat eraan. Gods schepping gaat eraan. En daarvoor zouden wij toch zorgen. Die taak heeft God toch in onze handen gelegd. Greta was 8 toen ze op school hoorde hoe bedreigend die CO2-uitstoot is. En wat voor chaos er dan op aarde ontstaat. En we zien het al. En zij dacht, waarom doet niemand er iets aan? Waarom gaat iedereen gewoon door? En met de beperkte middelen die zij heeft, een eenvoudig bordje met schoolstaking, ging zij voor die school zitten. Het heeft geen zin om te gaan leren voor je toekomst, want er is geen toekomst. Wat begin je in je eentje? Mensen lachen je uit. Greta is een meisje en ze heeft autisme. Ze redeneert logisch. Als iets kapot dreigt te gaan, moet je ingrijpen. Herstellen zoveel je kunt. Je moet blijkbaar autisme hebben in deze wereld om logisch na te denken en verantwoordelijkheid te nemen. En niet-autisten kunnen blijkbaar gewoon doorleven, terwijl de wereld ondergaat. Dansen op een zinkende Titanic. Maar de profeten in deze wereld worden niet gewaardeerd. De Gandhi's en de Martin Luther King zijn vermoord en Greta wordt bedreigd. Maar ze geeft wel gezicht aan de strijd op het redden van deze schepping. En het begint over te komen. Ik denk, God heeft ook gedacht, je kunt boeken vol schrijven. Ik wou die Bijbel optillen, maar er hangt een slinger aan. Je kunt dikke boeken vol schrijven, hoeveel hij houdt van deze wereld. Van jou en van mij, hoe hij met jou wil leven, hoe hij dat leven bedoelt, wat nou goed leven is, en hoe hij jou gaat redden en deze hele wereld lief heeft en wil redden. Maar ja, wie leest die Bijbel eigenlijk? Hoe makkelijk kun je zeggen dat het niet waar is wat erin staat, al heb je geen letter gelezen? Of te zeggen dat je het niet gelooft? En daarom heeft God vastgedacht, mijn plan moet een gezicht krijgen. Er moet een smoel komen, anders begrijpen de mensen het niet. En daarom is Jezus geboren. Hij geeft gezicht aan het verlangen van God en de bedoeling en zijn plan met deze wereld. En hoe hij juist in deze vallei jouw leven wil delen. Zodat je het kunt volhouden. Anders is het te zwaar. Jezus is gekomen om ons te redden. Maar waarvan eigenlijk? Van een leven zonder God. Van een toekomst zonder Hem. Hij gaat jou redden van een leven zonder uitzicht. Een leven waar de dood regeert. En Hij trekt jou daaruit. En hij geeft je eeuwig leven. En dat rijk van vrede dat er aankomt. Nu, in deze vallei met de schaduw van de dood, begint hij. Klein. Als licht in de duisternis. Zodat je nu niet alleen
hoeft te leven. Dat je nu al elke dag met Jezus mag leven. Gewoon met hem praten. Alles tegen hem zeggen. Vragen of hij je wil helpen. Of hij in je wil wonen. Je troost wil zijn. En je hulp en je kracht en je licht en je toekomst. En dat maakt dit leven anders. Anders is het haast niet te doen. We zitten midden in de stikstofcrisis. Het legt alles stil, de bouw, de boeren. En het is reuze lastig. Maar soms denk ik, er wordt ook nog iets anders verstikt. En dat staat niet in de krant. We zijn hard bezig om onszelf, onze ziel, te verstikken. In een leven zonder Jezus. Door alles maar alleen te willen doen. Gewoon doorgaan. Die stikstofcrisis legt tenminste nog iets stil, denk ik dan. Maar wij leggen ons leven niet even stil. We zijn zo druk, we zien God gewoon niet. We hebben zoveel te doen, er is zoveel afleiding. Meer dan 100 televisiezenders en ik weet niet wat. We moeten tot rust komen. Stilgezet worden. Bij wat werkelijk belangrijk is. En daarvoor hoef je niet naar het Malieveld. Begin maar klein. Ga maar eenvoudig knielen bij dat kind in de kribbe. Laat met kerst eens even alles stilvallen. Kom gewoon eens dichterbij in die stal. Loop voorzichtig naar het kind toe. En kniel bij Jezus. En vertel wie je bent. En waar je mee zit. En hoe moe je bent. En dat je het echte leven eigenlijk niet meer ziet. En vind zo Jezus. En vind zo jezelf, jouw leven, bij God. En als je toch knielt bij Jezus, ga dan nog een stapje verder. En vraag of hij in jou wil komen. Jezus, heel klein in jou. En vraag of hij dan groter wil worden in jou. Dat hij mag groeien. Want dat gaat jou van binnenuit veranderen. Daar word je een ander mens van. En wat heeft deze wereld behoefte aan mensen die lijken op Jezus? Wat heeft jouw familie daar behoefte aan in jouw stad en op jouw werk? Dat die vriendelijkheid van Jezus in jou is. En het geduld van Jezus. En zijn wijsheid. En zijn eerlijkheid. Wat heeft deze wereld behoefte aan eerlijke mensen, aan eerlijke presidenten, aan eerlijke rechters, aan eerlijke bankiers, aan eerlijke politie, aan eerlijke artsen en eerlijke sportleraren en aan zorgzame mensen. Deze wereld zit te wachten op jouw gezicht, op jouw smol, waarin iets zichtbaar wordt van Jezus. En daar gaat dit leven in onze vallei een beetje door veranderen. Als je elkaar helpt, te midden van het verdriet. Dat je elkaar moed geeft, te midden van de onvolmaaktheid. Dan gaat dat licht al een beetje schijnen. Hier en daar. Als de een arm slaat om de ander. Jezus is het licht in de duisternis. En hij gaat in jou schijnen. En in jou. En het begint al te stralen. Leven met God, nu al. Daarvoor is Jezus gekomen. Dat is het grote verlangen van God. Een klein begin nog maar. Maar een wereld van verschil. Jij en God samen door dit leven. Kan dat dan? Kunnen wij met die machtige God leven? Wie zijn wij? Ja, dat kan. Daarvoor heeft er nog een heuvel gestaan, midden in deze wereld, met een kruis erop. Even buiten Jeruzalem.
Het is donker geworden in onze vallei, 3 uur lang. Opdat jij en ik nooit meer in de duisternis hoeven te leven. Jezus is aan het kruis gestorven om alles op zich te nemen wat tussen jou en hem instaat. En de weg is helemaal vrij. Ga maar naar die kribbe toe. Nu al. En hier is God mee bezig, nu al 2000 jaar, om hoofd voor hoofd en hart voor hart voor hem te winnen. En hij is bijna klaar. Alle volken kennen de naam van Jezus. Hij is bijna klaar om terug te komen naar zijn heilige berg, waar alle volken naartoe zullen gaan om hem als koning van de wereld te begroeten. Laat het kerst worden in jouw hart vandaag, omdat Jezus in jou geboren wordt en gaat groeien en zijn plaats gaat innemen en door jou heen mag leven en praten en doen. Nodig hem uit, terwijl je neerknielt bij de kribbe. Amen. Zullen we de Heer danken?
Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat u naar ons toekomt. En ons kent en ons opzoekt en ons uitkiest om met u te leven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u met ons wilt zijn. En wilt u dat doen in ons leven, dat u daar bent en komt op een manier die we misschien niet kunnen bedenken. En dat we dat gaan doen, gewoon leven met u. Heer, dit leven hier is prachtig. En we kunnen genieten van de natuur en zoveel dingen, van vriendschap, van liefde. Maar er is hier ook pijn, Heer. En eenzaamheid en gebrokenheid. Wilt u in ons geboren worden en in ons opgroeien, dat we steeds iets aan elkaar kunnen laten zien van eerlijkheid en trouw en troost en vreugde. Hier dat rijk wat gaat komen, dat dat nu al steeds een beetje mag oplichten. En gebruikt u ons ook daarvoor. Heer, wij worden geregeerd door leiders die goed zijn, maar ook door leiders die volslagen idioot zijn. Die elkaar als kerstcadeau misschien een raket geven. Heer, verlos ons ook van slechte bestuurders. En maak dat als wij leiderschap hebben, dat wij het goed zullen doen, Heer. En zegent u de regering van ons land. De koning en zijn gezin, de ministers, de Tweede Kamer. Dat die mensen echt hun best doen. En er niet maar wat uitkramen. Heer, ik bid u voor de wereldleiders. Wilt u ook in hen komen? En Heer, hoe kunnen we uitzien dat u zelf komt? Dat u een eerlijke rechter bent en een wijze koning. En dat u omziet naar arme mensen. Heer, wij verlangen daarnaar. We willen u bidden voor het volk Israël. Ik wil u danken dat onze heiland uit hen voortkomt. En zegent u hen met wijsheid en een goed bestuur, maar ook met uw geest, Heer. En als u een moment daar vindt, laat hen dan ook zien wie u bent, hun Messias. En we bidden voor de bevolking in Bethlehem dat het zwaar heeft. En die engelen zongen toch daar vrede op aarde. Heer, ons lukt het niet. Maar wilt u het dan zelf gaan brengen? Vrede op aarde in die gespannen situatie met de Palestijnen. In het Midden-Oosten. En wilt u bij deze schepping zijn? Heer, Australië staat in brand. En Afrika verdroogt. En elders verdrinken mensen door overstromingen. We kunnen het niet meer aan. Ontfermt u zich over de dieren. Heer, Israël viert Chanukka, het lichtfeest. Wilt u zelf het licht zijn, te midden van hen. We bidden voor de zieken. Bijzonder wil ik bidden voor de dochter van Lieneke Oosterbeek. Voor Margreet. Heer, ze is heel ziek. Wilt u haar goede hulp geven? Goede dokters, wijsheid, bescherming. Wilt u Lieneke troosten en kracht geven, maar vooral ook Margreet, Heer, en haar gezin. Heer, we bidden voor ieder die rouw draagt, die iemand heeft verloren. Wilt u de tranen afvegen? En Heer Jezus, u bent de opgestane. Heer, troost u nu al ons verdriet met uw opstanding. In de stilte willen we tot u spreken, Heer, wat er leeft in ons hart. En zo bidden wij. Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Gelegenheid voor de collecte. We verwachten de kinderen terug in de kerk. En tijdens de collecte zingen we Donker de Nacht. Thank you.
Wij gaan ons slotlied zingen, Het Ere Zij God, en dat doen we staande. Zeer gezegend met onze Heer. Ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.